Ja. Petra Berger. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Welkom bij ons. Dankjewel. Wat leuk. Goed vertegenwoordigd in Flevoland, mag ik wel zeggen. Ja. Alle vier de grote theaters. Ja, ik vond het ook wel heel bijzonder. Ja. Ja. Blijf je dan slapen? Want het is me wel opgevallen, je staat altijd 2 dagen achter elkaar. Ja, nee, ik blijf niet slapen. Dit is niet ver genoeg. Als het heel ver is, doe ik het wel. Maar dit is toch te bereiden voor mij. Dus. Ja. Maar hoe komt dat dat je want het gebeurt maar zelden dat artiesten zoveel in onze provincie te vinden zijn. Ben je zo populair in Flevoland? Ik heb werkelijk geen idee. Ik hoop het. Ja, nou, het is natuurlijk wel leuk. Ik vond het ook wel verrassend. Dat het zoveel geboekt is. Ook misschien wel een beetje jammer. Want ik heb dan zoiets. Stel dat mensen denken. Hè, van ik kan in november of december niet. Ik zou wel graag in februari. Maar dat kan dan niet. Want het is allemaal binnen die 2 maanden. Dat klopt. Maar heb je zelf geen invloed op, denk ik. Nee, ik krijg op een gegeven moment gewoon de lijst door. Van daar en daar speel je. En dan is dat al geboekt. Dus. Ja. Hoe ben je echt tot het idee gekomen om een tribute... Nou ja, goed, als ik jou zie, dat zei ik vorige keer ook al... toen was je een keer op zaterdagochtend nog bij mij, nog niet zo heel lang geleden. Toen, ja, als je jou ziet, dan denk ik ook al gelijk aan Barbara Streisand. Want je hebt je uiterlijk natuurlijk wel mee. Wat grappig, ja. Je ziet liever Petra Bergen dan Barbara Streisand. Dat moet ik ook wel zeggen, ja. Als Barbara je had gezegd, dat ik oh, Barbara, you're beautiful. Ze hoort dit nu en ze is nu heel verdrietig. Is dat luisteren, ja? Hello, Barbara. Nee, ik weet het niet, zou kunnen. Ja, hoe ik op het idee kwam... Ja, ik ben eigenlijk al mijn hele leven fan van haar. En ik heb heel veel van haar geleerd. En nog steeds, als ik naar haar luister, dan hoor ik gewoon dingen... die ik bij geen enkele andere vocalist terug hoor. Dus ze is een wat is dat dan? Hoe, als je haar zou moeten omschrijven? Nou, de stemklank is heel uniek, vind ik. Het is echt herkenbaar uit duizenden. En daarbij heeft ze een heel bijzondere techniek. Het is bij haar allemaal heel vrij, maar ook heel met bezieling, weet je wel. Het is eigenlijk... met niks anders te vergelijken. Met je combi ook klassieke invloeden en pop. En dat is wat ik ook graag doe. Misschien zelfs wel ben gaan doen door haar. Want ik heb pas mijn 22e mijn eerste zangles gehad. En in de 10 jaar daarvoor, zeg maar, heb ik heel veel met haar meegezongen en geluisterd. Dus zij heeft me ook wel gevormd. Je bent echt gewoon fan ook van haar. Ja. Kan ook niet anders natuurlijk. Ja, zij heeft een heel apart techniekje. Hè? Dat hele relaxte, alsof het totaal geen moeite kost. Ja. Soms lijkt het een beetje nonchalant. Ik bedoel, een Julio Iglesias heeft dat ook. Weet je? Dat stroomt, hè? Ja, maar dat vind ik juist heel fijn om naar te luisteren. Zo lekker ook. Hè? Ben je laatst ook naar dat concert geweest dan vanuit? Toen ze in Nederland was? Een paar jaar geleden in het Ziggo Dome. Ja, ja, dat is wel een soort van voorrecht dat je daar dan ook heen mag. Hè? Ja, nou ja, mag. Je moet wel flink wat neerleggen. Ja, natuurlijk. Daarom zeg ik het ook. Ja, wat dan betreft ben jij betaalbaar, denk ik. Ik denk dat wel een stukje scheelt. Wat kost een kaartje voor Barbara? Wat doet zij zo'n beetje? Nou, ik kon alleen nog de kaart de tweede ring krijgen. Die waren €220. Echt, dat waren de goedkoopste. Ja, en dan zat ik eigenlijk hoogste tijd zat ik naar het videoscherm te kijken. Zo klein was het. Dat je dacht, het kan best ook Barbara Streisand helemaal niet zijn. Dat was het overduidelijk wel. En, goed is ze live net zo goed? Nou, je merkt natuurlijk dat iemand ouder wordt. Dus je moet je verwachtingen wel aanpassen aan de tijd. Dat is met iedere artiest, denk ik. Als je ouder wordt, dan gaat je stem veranderen. Dus het klinkt niet meer zo als in de Funny Girl tijd. Merk je dat zelf ook? Want we hebben er nog even een fragmentje opgezocht... uit 1987 van de Soundmix Show. Is dat dit fragmentje? Mm-hmm. Ja? Te grappig. Een intro van 55 seconden. Ja, dat klopt. Daar nou hem zo wel. Zet die musical die zo lang duurt. Onder andere door dit zo lange intro's. Chess? Oh ja. Nee, Cats. Nee, Cats, ja. Was dit Cats? Nee, dit is Chess. Ja, Chess, ja. Vandaar dat jullie Chess gingen hebben. Ja, precies. Was met je zusje? Ja, zenuwachtig was ik hier, joh. Oh, weet ik nog. Dat is niet te zien. Wel. Was het jouw eerste grote optreden? Ja. Ja, en toen keken er nog gewoon 6-7 miljoen mensen naar, niet normaal. Ja, was echt heel erg eng. Ik kon niet meer over straat, denk ik. Nee, we waren toen wel. Zeker als we met z'n tweeën waren, mijn zus en ik, was dat wel... Hoe is het met je zus eigenlijk? Heel goed. Ja? Heel goed. Ja, die is gestopt. Nee, die is al vrij snel gestopt. Nee, dit was 87. In 92 is ze al gestopt. Ja, omdat zij het te stressvol vond. Mm. En ja, het was niet haar ding. Dus, ze is weer teruggegaan naar de computers. Ja, geen spijt van gehad ook. Dus af en toe dan doen we nog wel iets samen. Ja. Maar dan is het meer voor de lol. Ja, jij? Denk je niet af en toe wel eens van... Was ik maar weer met mijn zus mee teruggegaan? Nee, nooit gehad. Nee, ik ben nu 30 jaar verder. Dus als je dan nog niet goed gekozen hebt, dan... En je doet alles zelf, hè? Ja, ik doe alles zelf. Ja, je hebt geen manager en je legt alle contacten met theaters. Doe je dat ook allemaal zelf? Ja, ook geen impresariaat, niks? Ja, ik heb wel een impresariaat voor de verkoop. Maar ik vind het wel heel leuk om zelf betrokken te zijn bij het hele proces. Dus ik zoek nu met alle theaters contact om te vragen van... joh, wat zullen we doen qua PR? Wat gaan jullie doen? En dat wordt heel erg gewaardeerd. Ik vind het wel... Kan dat lastig zijn, hè? Dat zakelijke met het creatieve combineren. Ja, ik moet het wel echt splitsen, dat wel. Maar tegelijkertijd ben ik ook wel een beetje net als Streisand een control freak. Dus ik wil toch altijd alles in de gaten houden.